thuis. Ik ben even bij Kim op visite geweest en nu ben ik aan het koken. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is 10:30. Ik heb ondertussen telefoon lopen scrollen op TikTok natuurlijk. En ik heb een spelletje gedaan, My Talking Tom 2 en Merge Dragons. Merge Dragons was echt een heel verslavend spelletje. En ik ga zo mijn medicijnen vragen en dan ga ik lekker ontbijten. Nou, ik heb net te horen gekregen dat mijn medicijnen zijn gestopt. Dat ik dus gisterenochtend de laatste heb gehad. Dus nou ga ik mijn ontbijtje maken. Hey, ik heb vandaag verder niet gevlogd omdat ik heel moe was en heel de middag denk ik heb geslapen. Dus heel erg moe. En ja, nu ben ik aan het koken. Ik maak chicken tonight, want dat is snel klaar. Zo, ik heb zin om in bad te gaan, dus ik heb eventjes mijn bad opgezet. The next day. Samen met Chelsea bezig geweest met een cheesecake te maken. Die zit nu in de oven. Het is ondertussen 5:45. Ik heb net lekker wat mais gegeten uit het potje. En nu ben ik vissticks aan het maken met aardappelen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is nu 10:10. Ik heb net Bella en de Bulldogs opgezet op Videoland. En ik heb een Yakult gepakt en een Crushly. Dat is zo mijn ontbijtje. En ondertussen ga ik dus dit verder afkijken. Het is ondertussen 12:15. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik ga even kijken wat ik aan ga trekken. En ik heb deze trui aangetrokken met deze broek en deze schoenen. Ik heb als lunch een lekker cheesecake gepakt. Want die had ik nog over en het is best mochtig, dus dat ga ik lekker opeten. Ik ben weer thuis. Ik ben even bij Kim op visite geweest en nu ben ik aan het koken. Ik maak bobotti. Ik heb de oven alvast aangezet. Ik heb de bobotti net uit de oven gehaald. Het ziet er lekker uit.